Ik heb trouwens de laatste tijd... Ik heb de dames zover om in de auto te komen. Ja. Wij gaan zo eten en... Kijk, dit is er. Ik moet gewoon deze rennen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is welke dag? Weet je het nog? Donderdag. Donderdag. En normaal... Ja, oh. De juf was ziek, dus kon ik niet naar school toe. Ja, dus we hebben wat langer in bed gelegen. Ik las het toen de wekker ging. Ja, en Mila komt nu ook. Ja, ik pas gelijk op Mila, want ze hadden natuurlijk geen oppas. Dus die komt zo. En ik heb je al wat langer laten slapen, dus ik wil wel dat je nu zo even je klaar gaat maken. Rekken. Ja. Oh, maar ik ben nog heel moe. Mila is ondertussen gearriveerd en die meiden zijn lekker aan het spelen. Ik ben gedoucht en nu ga ik me even opmaken. Ik ben trouwens blij met deze. Ik heb deze concealer. En die vind ik heel fijn. Deze is ook wat geliger qua kleur en dat is beter bij mijn huid. Niet elk merk heeft zo'n kleur. Ik zit trouwens gisteren geloof ik te vertellen aan jullie dat mijn huid wat beter wordt. En prompt heb ik allemaal plekjes. Echt verschrikkelijk. Ik heb trouwens de laatste tijd steeds vaker minder haat-liefde relatie met mijn eyeliner. Misschien eindelijk, na weet ik hoeveel jaar, dat het beter gaat. Het is echt heel erg. Moet het niet prompt nu mislukken natuurlijk. Dat zal je altijd zien. Het is net als dat je naar de dokter gaat. Dan doet iets altijd geen fijn meer. Ik heb er prompt geen last meer van. Maar hij gaat wel beter. Dus daar ben ik wel heel blij om. Prompt is mijn eyeliner dus niet zo goed gelukt als normaal. Maar het is te doen. Shirtje is van Minimum Broek Mango. Mijn laarsjes van Vagabond. Tas Calvin Klein. En oorbellen zijn van Swarovski. Lekker wat te eten. Ik heb de dames zover om in de auto te komen, want ze waren een beetje lui. Ik moet even een paar kleine boodschapjes doen. En dan ben ik naar huis en dan wilden jullie buiten spelen, geloof ik, hè? Ja. Ja, dat gaan we doen. Wil je dan een handdoek? Ik ga zo even kijken. Het ligt er ook aan hoe snel we terug zijn. En hoe laat Mila precies opgehaald wordt. Want ik ga niet de hele handdoek vies maken voor 10 minuten, bijvoorbeeld. We zijn thuis. Meiden hebben net ook al buiten gespeeld. En die zijn nu even lekker voor de tv aan het hangen. Ik ga thee zetten. Oh, ik heb alsnog wel wat dingetjes opgehaald, maar echt wat ik allemaal wilde doen vandaag, dat is allemaal niet meer gelukt. Ja? Wil je wat lekkers voor ons klaarmaken? Wij gaan zo eten en Kitty is er. Maar die is mijn poppas aan het leeg halen. Waarom heb je deze? Die zag er niet zo goed uit. En Sarah er. Oh, hey. En Sarah de shirtje komt ook gelijk net binnen. Dus in oh ja, en Kitty is mijn lifesaver. Die heeft een hele tray van mijn blikjes gevonden. Daar word ik ook blij van. Kijk, dit is er. We hebben een oranje shirt voor Sarah besteld voor met Koningsspelen. Maar we wilden er wel een keer ook... Wat is er dan? Ja, dat is morgen Koningsspelen. Van Koningsdag hebben ze... Op school? Ja. Oké. Okay. Maar we wilden wel een shirtje wat ze ook daarna nog leuk kon dragen. Ah, oh, goed. Hij is echt heel leuk. Ah. Kijk. Wauw. Ja, heel leuk. Die kun je morgen wauw. Goeie skinny broek eronder. Kijk uit dat hij niet in paste gaat. Als ook, dan wordt hij ook wel oranje. Nou, ik moet geen skinny broek aan. Hij is wel heel leuk. Kijk dan. Ik dacht dat die misschien heel erg te groot zou zijn. Want... Mama, kijk dan. Nee. Dus hoe kan die blijven hangen? Een beetje statisch. Maar het is een 128-134. En jij zit een 122-128. Maar ik vind het wel meevallen. Maar dit was de enige leuke die we en leuk was en op tijd konden bestellen. Zodat die op tijd binnen zou zijn. Kijk, te doen met je kaas. Mm. Wat ben je aan het doen? Ik hoef geen te weten. Aan het kijken naar mama's schoenen, hè? Ja, ik ben alleen even aan het kijken. Nou. Laat die Kitty er maar kijken. Ja, Kitty wil allemaal dingen van mijn moeder. Even die hier naar leggen. Oké, ik probeer het dus net heen.
Nou, dan laten we maar even uit ons water doen. Natuurlijk moet je hem eerst openmaken, dat is wel handig. Neem dit ding en schiet je, doe je het gewoon hier een beetje in. Oké, oh, godver. Ruik dan. Ruik je het echt? Zelfs door de camera kan je het wel weten. Jo? Oké, dit is gewoon heel vies. Ik heb mijn mond dus gedaan met nog wat water. Ja, alles heel goed. Ik ben nu klaar, alleen even nog de schoenen pakken. Ik ben klaar. Zo, ben je klaar? Ja. Ja, morgen wel even ook je kamer opruimen, want het is weer een troep. Troepmaker. Wat is het? Troepmaker. Ja, maar ja, maar ja. Kus. Liefste knuffel. Is dat je liefste knuffel? Ik laat mijn liefste knuffel zien. Oh. Grappenmaker. Die hebben we ook zo. Liefste knuffel? Anders ga ik nog een keer. Als ik nu niet de liefste knuffel krijg, ga ik jou weer kietelen. Komt ie. Oh. Nou, dan niet de liefste. Allerliefste. Nee. Allerliefste. Oké, als ik dat heb gegeven, wil je me dan een kietenbal geven? Want dan wil je een kietenbal. Nou, oké. Hou van jou, moeder. Oké, wacht. Dan moet ik even de camera wegzetten. Ze zien het niet goed. Maakt het niet uit, want daar doe ik het helemaal niet om. Kitty is net naar huis, want we zitten natuurlijk nog steeds met die stomme avondklok. En ik ga een stokbroodje bakken. En ik heb al gepakt en ik weet niet wat ik ging doen. Ik ging iets bakken. Het is wel handig als ik de oven ook aanzet. Als ik een stokbroodje wil eten. En ik heb mijn boter er al uitgehaald. Want hoe zachter die is, hoe lekkerder het zo wordt. Al zo lekker weer dit. Maar ik zat te bedenken, het lijkt ook of er niks op zit. Maar er zit helemaal gesmolten boter. Een en al. Oh. En ik ruik het al, maar het is nog te heet om te eten. Ik moet gewoon opeens rennen. Ik had dus net nog even snel geëdit. En gerenderd. En toen wilde ik die vlog online, maar het duurde allemaal net iets langer dan dat ik had geanticipeerd. En nu is het 5:12. Ik wil zo graag ook een keer 12 uur op bed liggen. Dat ga ik niet meer redden. Maar nu heb ik wel zoiets. Ik wil al echt om 12 uur nog boven. En dat moet ik dus nu in 5 minuten zien te doen. Dus race tegen de klok. Daar ben ik iets vergeten nog te doen. Maar helaas dan maar. Ik ga dus heel snel de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik dan ook even snel hieronder op abonneren. Dan zie ik je morgen. Doei doei!